Welkom bij mijn video High Performance Organisaties. Een boek wat mij enorm heeft geïnspireerd is het boek van Maarten het Hart. In zijn boek Verdraaide Organisaties lees je over de relatie tussen mensen en systemen en hoe deze beide krachtig kunnen werken voor jouw organisatie. In de link onderaan de video kun je de samenvatting terugvinden. Veel organisaties vinden het lastig om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. En wanneer je binnen jouw organisatie met meer mensen niet meer voor elkaar krijgt dan met minder mensen, dan is het de hoogste tijd om dit eens goed onder de loep te nemen. Er wordt bijvoorbeeld heel hard gewerkt aan het formuleren van beleid op alle terreinen. Aan het in kaart brengen van de processen, het opstellen van procedures, protocollen en werkinstructies. Aan het helder beschrijven van functieprofielen en de daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Aan het inrichten van een dashboard, de PNC-cyclus, aan het kennismanagement, capaciteitsmanagement, projectmanagement, kwaliteitsmanagement en projectportfolio management, etc. Je kent het wel. Hier eindigt de lijst niet. Want naast dit alles lopen er talloze projecten tegelijkertijd om antwoord te geven aan de veranderopdracht en recht te doen aan alles wat er nog meer moet gebeuren om de boel op orde te krijgen. Maarten zegt, als de managementpuzzel gelegd zal zijn en de mensen in de organisatie zich aan die afspraken gaan houden, dan maakt de organisatie waar waarvoor ze is opgericht, de bedoeling van de organisatie. Dit vraagt om een andere manier van denken en dit vind ik persoonlijk fascinerend. In het boek wordt een model van 3 cirkels onderscheiden. Aangevuld met de denkrichting van binnen naar buiten. Van binnen naar buiten, zoals hier is getekend. De systeemwereld, de wereld van regels, protocollen en prestatieindicatoren, vindt zich aan de buitenzijde. De leefwereld, de waardecreatie tussen professional en de klant in het hier en nu, die bevindt zich tussen de twee in, zeg maar. De bedoeling, daar waar het uiteindelijk om te doen is, bevindt zich in het midden. En vanuit hier naar buiten een pijl, vanuit die richting zou je moeten gaan denken. Het probleem ontstaat met name wanneer de systeemwereld dominant gaat worden. Dit gebeurt wanneer er van buiten naar binnen wordt geredeneerd. Exact het tegenovergestelde van deze pijl. Wanneer we van binnen naar buiten gaan redeneren, wat ook erg veel lijkt op de Golden Circle van Simon Sinek, de why, the how en de what, dan komen we vervolgens de schrijver meer terecht bij de bedoeling. In het boek is de dynamiek bestudeerd van high performance organisaties, waarbij het grote verschil zit in alles wat zij doen en dat is dat deze organisaties precies andersom denken. De dominante denkrichting begint steeds weer bij de bedoeling, waar dus ook heel veel aandacht voor is. Wat je ervan kunt onthouden is dat de sturing bij de mensen ligt en dat de systeemwereld erg belangrijk is en blijft, maar niet dominant mag worden, maar ondersteunend moet zijn. Wat dan belangrijk is, wat je ervan kunt onthouden, is dat de sturing bij de mensen ligt en dat de systeemwereld erg belangrijk is en blijft, maar niet dominant mag worden, maar ondersteunend mag zijn. Wat dan belangrijk is dat mensen dan ook zelf met complexe vraagstukken mogen leren omgaan en dat er een organisatiecultuur heerst die maakt dat zij zich ook handelingsvrij gaan voelen om echt te doen wat nodig is. Niet vrijblijvend, maar vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zo geeft de schrijver aan, daar zit steeds weer de sleutel. Bedankt voor het kijken van deze video en ik zie je bij de volgende.